Daisy Joe Oelers, 20 jaar. Ons allerliefste broertje, Bryce Jacy Frederiks, 23 jaar. De nationale herdenking van de vliegramp van vlucht MH17. En verder in het nieuws vandaag. Morgen gaan de bergingswerkzaamheden op de rampplek in Oost-Oekraïne waarschijnlijk toch beginnen. En uitgeprocedeerde asielzoekers mag je niet zomaar op straat zetten, zegt de Raad van Europa. Goedenavond. Wie genoemd werd, was aanwezig. En iedereen werd genoemd, één voor één. En voor allemaal, alle 298 slachtoffers van rampvlucht MH17 brandde een kaars. De nationale herdenking in de Rai in Amsterdam. Met de koning, de koningin en de premier. Maar vooral natuurlijk met nabestaanden. De wind waait op mijn eiland. Daar waar ik voel en ben. Zonder jullie. Waarom? Er waren bloemen, kaarsen om de slachtoffers van de vliegramp te herdenken. En dus ook zeer persoonlijke toespraken. Bij de herdenking speelden de nabestaanden een grote rol. Als de dood plotseling zo massaal, zo dichtbij komt, houden mensen elkaar vast. Dan zijn we samen verbijsterd. Samen boos. Samen stil. Lieve schat, hier in mijn hart hou ik een kamer voor je vrij. De raket maakte een einde aan hun vlucht. Allen schuldig neergehaald. Allen onschuldig neergestort. Wij voelen ons geamputeerd. We horen een crisisteam dat niet goed raad weet met onze vragen en eigenlijk maar één antwoord heeft. We mogen niet zeggen. Het maakt ons angstig en onzeker. Ook wil ik alle mensen die steun voor mij en anderen zijn geweest bedanken. Jullie zijn supermensen. Alleen door zijn tijd gaan is niet fijn. Dat jullie aan ons als nabestaanden dachten, geeft ons weer een sprankeltje licht om verder te gaan. Mijn neefje, Quint van Veldhuizen, 7 jaar. Mijn neefje, Pijker van Veldhuizen, 3 jaar. Gijsbert van Duin, 46 jaar. Inge van der Sar, 33 jaar. Eline Marieke Franks, 21 jaar. My beautiful brother John Joseph Allen, 44 years of age. De bijeenkomst in de Rai in Amsterdam. Verslaggever Kees van Dam, heel veel emoties natuurlijk. Dat zagen we ook in die bijeenkomst. Maar opvallend ook in een van de toespraken een kritische noot. Ja, je opmerking over het crisisteam. We hoorden het zojuist dat geen antwoorden had op de vele vragen. Dat was natuurlijk harde kritiek over de opvang van de nabestaanden. In dat opzicht viel er nog wel meer interessants te noteren. Een van de nabestaanden die roemde in haar toespraak de rol van de lokale hulpverleners in het oosten van Oekraïne. Die hadden het voor het haar zo goed gedaan als het ging om het bergen van de lichamen. Nou, dat zijn uitgerekend de mensen over wie het kabinet aanvankelijk zo kritisch was. Hè. We herinneren ons nog wel het woord schurken, uitgesproken door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. En tot slot, opmerkelijk detail nog. Een van de nabestaanden die noemde de raket. Het woord raket werd gebruikt als oorzaak van de ramp.
Opmerkelijk omdat Nederlandse onderzoekers dat woord officieel nog altijd mijden. Want dat zou kunnen duiden op de schuld leggen bij de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Ligt internationaal allemaal nog heel erg gevoelig, met name natuurlijk in Moskou. Maar hier werd dat woord raket gebruikt en mocht het blijkbaar ook worden gebruikt. Het was al met al voor de nabestaanden een hele beladen bijeenkomst, een hele beladen dag. En wij volgden een van die nabestaanden. Hij stelde een in memoriam samen als herinnering en eerbetoon aan zijn halfbroer Tim Nieburg, die samen met zijn vriendin Sascha in het vliegtuig zat. Hij leerde zijn halfbroer pas op latere leeftijd kennen. When it gets dark, we go home. Door dit te maken kwam ik opeens achter dat hij bijvoorbeeld heel erg van visie hield en dat hij daar ook heel goed in was. Dat wist ik helemaal niet. Dus dat was wel aan de ene kant confronterend en aan de andere kant ook wel heel mooi om te zien. We zijn nu een periode verder. Tim en Sascha die hebben alle twee hun uitvaart gehad. En je gaat door met je leven. En ik denk dat het belangrijk is dat je ervaringen kan delen. Ik weet niet of het een lastige dag wordt, eerlijk gezegd. Misschien is dat persoonlijk. Misschien is dat voor iedereen anders. Ik denk dat het heel mooi wordt. Tim Nieburg, 33 jaar. Sascha Rosemarijn Meijer, 24 jaar. Enorm emotioneel, ik kan niet anders zeggen. Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Tranen biggelden over de wangen. Enorm tragisch als je nu ziet, als je al die namen voorbij ziet komen, die op worden gelezen. Het is enorm tragisch hoeveel mensen dan eigenlijk voor niets zijn gestorven. Nou, op verschillende plaatsen hing de Nederlandse vlag half stok om de slachtoffers van de ramp te herdenken. Bijvoorbeeld in Den Haag rond de Hofvijver, bij verschillende ministeries veel vlaggen half stok. En ook op veel andere plaatsen werd gerouwd, zoals bij ambassades. Het kabinet vroeg gemeenten, provincies en ambassades om de vlag half stok te hangen. En dan de rampplek in Oost-Oekraïne. Bijna 4 maanden na de vliegramp liggen daar nog steeds de wrakstukken. Ook de bewoners in het gebied daar hebben het er moeilijk mee. Grote vraag, wanneer begint de berging? De seizoenen trekken voorbij aan het rampgebied van de MH17. Het vliegtuig werd neergehaald toen het er volop zomer was. Nu staat de winter voor de deur. De wrakstukken van de Boeing 777 liggen er nog altijd. In het rampgebied wordt sinds 2 weken gewaarschuwd om het terrein niet te betreden. Er kunnen nog menselijke overblijfselen liggen, staat er op het bord. De bedoeling is dat 1 dezer dagen wordt begonnen met de berging van de wrakstukken. De lokale bevolking zal er niet om rouwen. Het wordt nog een enorme operatie om al die stukken vliegtuigen hier weg te krijgen. De meeste brokstukken liggen hier midden in het land, waar vrachtwagens niet of nauwelijks kunnen komen. Dan moeten ze vervolgens getransporteerd worden naar een stationnetje hier een heel eind verderop. En dat moet dan over dit soort weggetjes. Een enorme klus dus. Veel wrakstukken zijn groot, misschien te groot om te vervoeren. Ze zullen waarschijnlijk ter plaatse in stukken moeten worden gezaagd. En daarna dus via de weggetjes van Oost-Oekraïne naar het perron van een oude houtzagerij bij de plaats Torres, waar de stukken vliegtuigen worden overgeladen in een trein. Waarschijnlijk worden ze daar vandaan naar Kharkov vervoerd. Hoewel het er vandaag niet naar uitzag, lijkt het er toch op dat de bergingswerkzaamheden nu snel kunnen beginnen. Het Nederlandse team kwam vanmiddag aan, een dag later dan gepland. Когда увезут, конечно, мы будем как бы немножко спокойнее будет. Не будет напоминать нам это гнетущая обстановка о той трагедии, которая произошла 17 июля. И надеемся на то, что мемориал будет установлен. Корреспондент Давид-Ян Готфа is in Донецк met veel vertraging op de lijn. Gaan ze morgen nou echt beginnen, Davidjan, met die berging?
Het klinkt misschien heel erg gek, maar dat weten we nog niet precies. Die Nederlanders zijn inderdaad wel aangekomen. Die hebben de leiding van de bergingswerkzaamheden. Samen met mensen hier uit de regio moeten die brokstukken worden opgehaald. Maar die hebben waarschijnlijk de opdracht gekregen om hun mond dicht te houden. De kiezen stijf op elkaar te houden als het over die bergingsoperatie gaat. We hebben wel van de lokale separatistische autoriteiten hier in Donetsk begrepen dat er morgen wel iets op het programma staat. Ze hebben zelf iets georganiseerd voor de pers die mee wil. En dat duidt er dus op dat er morgen wel opgeruimd gaat worden. Maar zeker weten doen we dat niet. Dat hangt natuurlijk heel erg en vooral van de veiligheidssituatie af. En die is heel moeilijk te voorspellen. Ja. En dan nog, dat zou dan binnen weken, sommigen zeggen zelfs dagen, klaar moeten zijn. Dat kan je toch bijna niet voorstellen als je die beelden van jouw reportage ziet. Wie zegt dat het binnen zo'n korte tijd kan? Nee, je kunt het je inderdaad nauwelijks voorstellen. Wij hebben het hier gehoord van diezelfde autoriteiten waar ik het zojuist over had. Ook de stationschef van het stationnetje dat we in de reportage zagen, die de wagons geleverd heeft, die zegt dat 2 of 3 dagen. Het lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk als ze tenminste alles mee willen nemen. Je kunt je misschien ook voorstellen dat er alleen gezocht wordt naar de brokstukken die van belang zijn voor het onderzoek. Misschien wordt er heel specifiek naar andere dingen gezocht. We weten het niet. Nogmaals, de Nederlanders willen er niks over zeggen. Maar alles meenemen van een Boeing 777 in 2, 3 dagen, dat lijkt me onmogelijk. David-Jan, dankjewel. Ja, iedereen heeft recht op bed, bad en brood, zoals dat heet. En dus ook illegale en afgewezen asielzoekers, oordeelt de Raad van Europa. Je kunt ze niet zomaar op straat zetten. Dat klinkt dus een duidelijke uitspraak, maar voorlopig verandert er niks. En dus vinden veel burgemeesters dat er in ieder geval nachtopvang moet zijn voor deze mensen. Opluchting, ja. Maar ook onzekerheid nog steeds. Bij deze illegale en asielzoekers zonder papieren. Dit is een opvang in Amsterdam, waar ze de uitspraak van de Raad van Europa inmiddels hebben gelezen. De meesten wonen hier al jaren. It's the best, but we are still waiting for what the Dutch government and the local government they are going to decide. Als het nachtopvang is, wat doe je dan op de hele dag op straat? Dat betekent moet je ook zwerven op straat. En daarbij loop je ook nog risico om gearresteerd te worden en gewoon naar de gevangenis terecht te komen. Kortom, er zijn nog veel vragen hier. En staatssecretaris Steven, die erover gaat namens het kabinet, maakt geen haast met het scheppen van duidelijkheid. Hij wacht het besluit van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken af begin volgend jaar. Maar veel burgemeesters kunnen daar niet op wachten, zeggen ze. Omdat het bij de gemeente een probleem is, je kunt het niet negeren. Want die mensen die de opvatting van het Rijk is, die mensen moeten het land verlaten. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Wij vinden dat ook. Maar als ze het land nog niet verlaten hebben, dan kun je ze niet laten creperen op straat. Maar ze zitten in die gemeente en voor die gemeente is het dan dus zaak om iets te gaan doen. Maar wat ze deze mensen gaan bieden is sober. En dat doen ze bewust. Het gaat om heel simpelweg bed, bad en brood. En voor de rest niks. Het is alleen voor de nacht. Het is een nachtopvang voor mensen om te voorkomen dat ze creperen. Maar het is buitengewoon sober en het heeft geen enkele aantrekkende functie. En het geldt niet voor alle steden. Want er zijn ook gemeentes die geen geld hebben om opvang zoals hier te regelen. Die wachten op een beslissing en geld van het Rijk. Ja. Xander in Den Haag. Nou ja, we hoorden het asielzoekers vragen. Wat gaat de politiek doen? Wat gaat ze doen? Het kabinet gaat dit voor zich uitschuiven, zoals dat wel vaker gebeurt met gevoelige onderwerpen. En dit is een gevoelig onderwerp binnen de coalitie. En het kabinet ziet er ook ruimte toe, omdat het comité van ministers dus nog naar deze uitspraak moet gaan kijken. Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn. Ja, want deze uitspraak is niet bindend. Betekent dat dat het kabinet eronderuit kan? Nou, staatssecretaris Steven die doet er in ieder geval heel luchtig over. Maar het is een gezaghebbende uitspraak waar Nederland normaal gesproken ook naar luistert. En meer wordt het ook wel een morele verplichting voor Nederland om hiernaar te gaan luisteren. Dus ik denk dat Nederland er uiteindelijk niet onderuit kan. Ja, want het kabinet, PvdA en VVD, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Jazeker, er zijn grote verschillen tussen die partijen. De PvdA benadrukt vandaag dat die nachtopvang sowieso door moet gaan. En dat er uiteindelijk ook wel naar die uitspraak geluisterd zou moeten worden. Wat wij vinden als Partij van de Arbeid is dat een humaan asielbeleid ook betekent dat je mensen moet opvangen. Ook voor mensen die uitgeprocedeerd zijn. Dus je moet je meer richten dan alleen maar op terugkeer alleen.
De VVD die vindt dat een verkeerd signaal. Zij vinden dat mensen die al uitgeprocedeerd zijn niet meer nieuwe hoop mogen krijgen dat er een aantrekkende werking vanuit kan gaan. Die zijn er dus tegen. En de oppositiepartijen die proberen dat meningsverschil een beetje op te stoken. Ze zetten de druk er een beetje op bij de VVD en de PvdA. Er is dus duidelijk oneenigheid in de coalitie. En ik hoop alleen maar dat Teven niet voor de zoveelste keer voor de PvdA buigt. Het is nu tijd om de rug recht te houden op dit punt. Ik hoop dat de Partij van de Arbeid ons daar de komende dagen, weken mee gaat helpen. Om dit nu echt te verzilveren in opvang voor de uitgeprocedeerden, voor de illegalen hier in Nederland. Deze kwestie zet de samenwerking tussen VVD en PvdA, die vooral gebaseerd is op harde financiële afspraken, natuurlijk onder druk. Zeker nu de PvdA het zo slecht blijft doen in de peilingen en dat de partijen hebben afgesproken dat ze zich kunnen profileren in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen in maart. Ja, maar sowieso voorlopig dus even geduld. Ja, dat is eigenlijk de harde boodschap aan die burgemeesters en aan iedereen die erbij betrokken is. Voorlopig geduld, misschien wel zelfs tot na de verkiezingen in maart. Doe maar. Xander vanuit Den Haag, dank je. Nou, vrijwel iedere dag nog proberen tientallen vluchtelingen met gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken naar Europa. En om dat te voorkomen bewaakt de Europese organisatie Frontex de grenzen. Onder meer bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Wel is de inzet kleiner geworden dan voorheen. Voor het eerst doet ook de Nederlandse marechaussee nu mee aan de controles. Een rubberboot met voorlopig een bescheiden missie. Toch gelooft de Nederlandse marechaussee daarmee Italië te helpen bij het almaar groeiende vluchtelingenprobleem. Het zijn dagpatrouilles die u doet? Ja, dat zijn dagpatrouilles. Over het algemeen varen we 6 tot 8 uur ongeveer. En dat heeft ook te maken met het bootje en de actieradius van het bootje. Dan is gewoon de brandstof op en dan gaan we weer terug. Dit is dus nog allemaal Lampedusa waar we nu langs varen. En dit zijn de wateren van Italië. Maar hier aan de overkant van het water, daar ligt Libië, Tripoli. Dat betekent voor een immigrantenboot 300 kilometer varen. Oftewel 4 dagen op volle zee. Door de kleinere omvang van de nieuwe operatie vrezen de eilanders dat meer schepen voor de kust van Lampedusa vergaan. Per Lampedusa è stato un po' brutto anche a livello turistico, perché rovina un pochettino l'immagine dell'isola, però lo Stato non fa niente per noi. De vraag is wat Nederland met 5 mensen kan doen. Maar wij zijn hier niet alleen. Als ik bijvoorbeeld weet dat hier in de buurt een Portugees marinevaartuig rondvaart, die kan dan misschien wel 1000, misschien wel meer mensen meenemen. En wij kunnen dan assisteren daarin om snel te pendelen om bijvoorbeeld mensen van die bootjes af te halen. Volgend jaar wordt de Nederlandse inbreng uitgebreid tot 70 mensen. In Den Haag zijn door een gasexplosie vanmiddag 7 mensen gewond geraakt. De netbeheerder zegt dat die explosie is ontstaan door een gaslek. Er is een leiding geraakt bij werkzaamheden aan een ondergrondse afvalcontainer. 33 woningen zitten zonder gas. Bij een zelfmoordaanslag op een middelbare school in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De bom ging af toen de kinderen zich hadden verzameld om te luisteren naar de directeur van de school. Waarschijnlijk zit de islamitische terreurgroep Boko Haram achter de aanslag. Een grote vreugde bij Catalaanse nationalisten. 80% van de kiezers stemde gisteren voor Catalaanse onafhankelijkheid bij een referendum daarover. En toch zal de droom van deze mensen niet direct werkelijkheid worden. Dat referendum wordt niet erkend door Madrid en is dus niet rechtsgeldig. Meer dan de helft van de mensen die het mochten stemde overigens niet. Bij 2 afzonderlijke aanslagen hebben Palestijnen in Israël 4 mensen met messen aangevallen. 1 jonge vrouw werd doodgestoken. 3 andere Israëliërs raakten door messteken gewond. Boven in beeld gebeurt het. Nadat een Palestijn zijn eerste slachtoffer aanrijdt en doodsteekt, rent hij de straat over en valt nog 2 mensen aan. Hij steekt ze in hun buik en hun gezicht. Ze raken erbij alleen gewond. Een bewaker van de nabijgelegen Joodse nederzetting schiet de dader neer. Die raakt daarbij zwaar gewond. Het is de 2e aanslag vandaag. Bij het treinstation van Tel Aviv wordt ook een Israëlische soldaat neergestoken.
De vermoedelijke Palestijnse dader wordt gearresteerd. Deze steekpartij gebeurt vlak bij de plek waar in juli 3 Israëlische jongens werden ontvoerd. Dit leidde deze zomer tot een wekenlange oorlog in de Gazastrook. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen lopen al weken op. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een Nederlander benoemd tot leider van een onderzoek naar de Gaza-oorlog. Het is de gepensioneerde generaal Patrick Kamart, die de VN-vredesmacht in Congo heeft geleid. Kamart gaat onderzoek doen naar de Israëlische raketaanslagen op VN-gebouwen en onderzoeken of Hamas wapens in deze gebouwen had opgeslagen. Je hond uitlaten, dat moet je natuurlijk zelf doen eigenlijk. Maar steeds minder mensen hebben daar nog tijd voor. En dus is daar de hondenuitlaatservice. Sterker nog, er zijn er inmiddels zoveel van dat het in Utrecht leidt tot problemen. Zoveel honden die allemaal tegelijkertijd naar buiten gaan, in de natuur. Staatsbosbeheer gaat er wat aan doen. Hondenuitlaatservice Woef en hondenuitlaatservice Suus trekken er op deze mooie herfstdag samen op uit. Maar... ja, het zal je maar gebeuren. Je loopt zomaar in de natuur en je bent niet echt een hondenliefhebber. Die mensen zijn er ook. En dan overkom je dit. Ja, en dan vraag ik me af, wie zijn die mensen? Want ik kom ze hier niet tegen. Wij hebben meer de ervaring dat als we iemand tegenkomen, mensen vragen, mogen we even meelopen? Wat gezellige groep honden, goed voor mijn hond. Wordt weer lekker sociaal gemaakt. Maar de boswachter neemt het op voor de niet-hondenbezitter en de natuur. Omdat er op sommige plekken te veel tegelijk hondenuitlaatservice aanwezig zijn. En ja, dat werkt niet goed. Dat knelt met andere recreanten, dat knelt soms met de natuurwaarde. En nou, daar willen we gewoon goede afspraken over maken. Staatsbosbeheer gaat nu in de provincie Utrecht natuurgebieden verdelen onder de verschillende hondenuitlaatservices. Ik snap de zorg ook wel van, ja, kan ik hier nu wel blijven lopen en waar gaat dit naartoe? Maar ja, als het echt niet anders kan, dan moet er misschien hier en daar geloosd gaan worden. Ja, dat is wel waar ik een beetje bang voor ben. Dat ik zal moeten gaan kiezen of erger nog misschien wel helemaal geen plek kan krijgen. Omdat er gewoon te weinig gebieden zijn voor het aantal uitlaatservices. Staatsbosbeheer vindt het vooral een probleem in de Randstad. Maar de hondenbezitters in het Utrechtse Galgenbos hebben nergens problemen mee. Als je nu van honden houdt, er zijn ruimtes zat waar je ook kan wandelen, waar geen honden mogen komen. Dus ga daar lekker heen. Of wacht tot het einde van de middag als de hondenservice de baasjes weer gaat opzoeken. Ja, lekker weer daar. Marco, morgen weer zo'n dag? Ja, morgen kunnen we er weer op uit. Ik ben benieuwd of we honden tegen gaan komen. Dit plaatje hebben we vanmiddag geschoten en morgen kunnen we dat weer schieten. Want de zon heeft het voor het zeggen. Er zijn wat vriendelijke wolken en het blijft eigenlijk overal droog. We zitten eigenlijk een beetje tussen twee vuren in. Dat kunnen we zien als we naar de satellietfoto kijken. Er ligt een depressie op de Atlantische Oceaan met wolken en ook neerslag, kan ik u vertellen. Boven de Britse eilanden ligt een band met bewolking vanaf Italië over de Alpen naar het noorden. Aan de zuidkant van de Alpen regent het weer flink. Op hoogte valt sneeuw in Duitsland. Een beetje aan de luwte, achter de luwte van die bergen is het wat rustiger. En dan in Scandinavië valt van tijd tot tijd wel weer wat neerslag. En die zon blijft ook wel een beetje daar liggen. Dus ook morgen valt er nog steeds behoorlijk wat regen in Noord-Italië, Zuid-Zwitserland, Zuid-Oostenrijk. En dat kunnen echt wel weer behoorlijke hoeveelheden regenwater zijn. En dus op hoogte vanaf zo'n 2000 meter ook sneeuw. Wisselvallig weer boven de Britse eilanden met temperaturen in Europa tussen, laten we zeggen, 20 graden in het zuiden en 0 in het hoge noorden. Lapland heb ik niet op het kaartje staan, maar daar vriest het net aan. En in onze omgeving zitten we zo rond de 13 graden. Er zit nog een nacht tussen met temperaturen die flink gaan dalen. Het koelt af tot een graad of 3 in het oosten. Misschien zelfs vorst aan de grond, kan wat nevel of een mistbank ontstaan. In het westen van het land is het iets minder fris. Dan morgen, flinke zonnige periode, een meest droge dag. Met temperaturen van 12 tot 14 graden. In de avond neemt de bewolking wat toe en zou er ook een klein beetje motregen kunnen vallen. Dat stelt waarschijnlijk niet heel veel voor. Woensdag is er wat meer regen in de maak. Het is vrij bewolkt, maar het wordt nog steeds 13 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur een fractie terug. Donderdag is het droog met geregeld zon en daarna wordt het iets wisselvalliger. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws de nationale herdenking van de rampvlucht MH17.
Nieuwsuur vanavond gesprekken met familierechercheurs en medewerkers van Slachtofferhulp over de bijeenkomst van vandaag. Om 10:00 op 2. Goedenavond.